Hoitjes en welkom bij een nieuwe aflevering van Trajectum TV, dit keer in de Boekenweek. Het thema van het Boekenweek is Tulpe, vandaar dat we hier in de prachtige buitenlucht staan. Maar wij hebben een spiksplinternieuwe stadsdichter, Ingmar Heitse. Hij draagt uit zijn nieuwe bundel zijn favoriete gedicht voor. Utrecht voor gevorderden. Ja, en dat hoge ding hier naast me, dat is nou de Dom. Die zit dus niet meer aan de kerk vast. Na een storm komt door het broeikaseffect. Nee, dat gebouw met oren was de Neudeflat. Weet iemand nog van wie die oren eigenlijk zijn? Precies, heel fijn. Nee, geen haas, die staat weer ergens anders. Een konijn. We zijn in Utrecht. Weinig is waar het op lijkt. Dat gedoe wat verderop bijvoorbeeld, dat is geen rel, dat is een festival. Dans, denk ik. Of theater. Weet ik veel. Ze weten het zelf ook niet zo te zien. En die man daar met die cameraploeg, die we hier kunnen horen schreeuwen, dat is eigenlijk een zanger. Ik heb het allemaal ook niet bedacht. Ze kiezen hier van alles. Bouwplannen, burgemeesters, wat al niet. Maar uiteindelijk gebeurt er weinig. Bijna niets. Zie je dat fale type dat zo moeilijk kijkt in dat café, over zijn koffie gebogen? Laat die maar met rust. Die denkt dat hij gedichten schrijft.